De onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzocht de scores van basisscholen op de eindtoetsen in groep 8. Voorheen bekend als de CITO-toets, over de afgelopen 3 jaar. Op die manier wilde de organisatie bekijken wat de beste scholen van Nederland zijn. Daarbij is onder meer rekening gehouden met de achtergrond van de leerlingen. Het is natuurlijk niet vreemd dat scholen met veel vluchtelingenleerlingen lager scoren op de eindtoets. Basisschool De Speelhoeve in Wijchen haalde de hoogste score hier in de regio met een 7,9. Tijd om ze te feliciteren. Nee, ja, ik denk dat we met elkaar gewoon lekker aan het werk zijn en dat doen we leuk en goed. En ja, ik heb niet echt het gevoel van het komt daar of daardoor. Nee, daar zijn altijd verbeterpunten mogelijk natuurlijk. Ja. Ja, dat zit hem in kleine nuances. Hè? Dus dat je per vakgebied op school gaat kijken van wat kunnen we hier nog verbeteren. Dus we hebben eigenlijk bij alle vakken wel punten die beter kunnen. En dan heb je het over rekenen of lezen of spelling. En ja, zo zijn we altijd mee bezig. Ja. Basisschool Het Kleurrijk in Nijmegen haalde de laagste score met een krappe onvoldoende. En ook daar hadden we een bloemetje voor, maar die hadden vandaag studiedag. Logisch ook.